echt niet goed. Gelukkig was het die tweede helft. Ja, gelukkig wel. Wij hebben heel, heel slecht uit de kleedkamer gekomen voor de eerste helft. Wij waren daar overeens om een aantal dingen te doen. Onze taken hebben we helemaal niet gedaan. Niemand op het veld. En dat was echt verschrikkelijk eigenlijk. En wij kunnen wel gelukkig zijn dat het alleen 2-0 was tijdens de pauze. Maar we hebben wel oké. We hebben één of twee goede kansen gehad om eentje te maken. Maar 2-0 tijdens pauze was het juiste resultaat. Maar we hebben een andere ploeg in de tweede helft gekomen en wij zijn veel beter. Wij drukken naar voren. Iedereen wil zich tonen en voetballen. Hè. Wij willen niet voetballen in de eerste helft. We spelen alleen lateraal achteruit naar de keeper toe. Er is geen wil om echt te vechten voor de punten. Maar de tweede helft, helemaal andere ploeg. En wij scoren twee doelpunten. We hadden kansen op drie, vier goede kansen om de derde te maken. Maar wij moeten gelukkig zijn met een puntje. Maar wij zouden graag alle drie hebben. Maar misschien het juiste resultaat, 2-2. Als je dan aan de kant staat en je ziet dat het fout gaat tijdens die eerste helft, wat zeg je dan tijdens de rust aan die spelers? Ja, soms kan je wel rustig zijn en babbelen over de dingen. Maar vandaag was dat niet. De eerste dag om dat te doen. Dat was heel slecht geweest voor ons, de eerste helft. En ik moest wel mijn stem iets hoger in de kleedkamer laten horen. En dat heb ik wel gedaan. Maar je moet op hetzelfde moment met je ideeën komen. Dat is, je kan niet alleen beginnen roepen en iedereen belachelijk te maken. Je moet wel creatief zijn. En dat waren wij ook. Wij komen uit met twee spitsen. Andere systeem, tweede helft. En we speelden vooruit, wij hadden hogere press vooruit en dat brengt ons heel veel meer voorzetten, corners, doelkansen en twee doelpunten. En dat is wat we waren op zoek naar toen. Nu twee uitwedstrijden? Ja, volgende wedstrijd is uitwedstrijd en morgen beginnen wij om uit te kijken naar wedstrijd op Roeselaar. Dat is een nieuwe wedstrijd. En voor ons, zoals altijd, wij gaan naar elke wedstrijd toe voor om te winnen. En hopelijk kunnen wij een betere start en 90 of 95 minuutjes spelen op hetzelfde tempo als we hebben gedaan in de tweede helft vandaag. Oké.